Hoi, mijn naam is Evi Rijmaks en super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op het kanaal Tilburgs Mannen. In deze video vandaag 5 tips die voor elke YouTuber van nut kunnen zijn. Ja, in deze video dus 5 tips die elke YouTuber kan gaan gebruiken. Zodat we gelijk doorgaan naar tip nummer 1. Zo, ik kan bij tip nummer 1, en dat is misschien wel de belangrijkste tip, leer je kijkers kennen. Denk nou wat je kijkers willen zien op je kanaal en eventueel wat ze niet willen zien op je kanaal. Een gelukkige tip is dus om een aantal verschillende series te gaan maken op je kanaal. Kijk welke beste aanslaat en vraag aan je kijkers wat vinden jullie het leukste. Ik zei net al, stel je kijkers ook een vraag. Vraag bijvoorbeeld wat wil ik graag zien op mijn kanaal? Wil je een Q&A zien, een gamevideo, etcetera. Door vragen te stellen leer je kijkers nog beter kennen en weet ik zeker dat jij hard gaat groeien op YouTube. En tip 3 is, wees consistent. Als je video's maakt, blijf dan ook video's maken. Natuurlijk hoef je niet elke dag video's te maken, maar ga wel regelmatig video's maken. Denk bijvoorbeeld aan 1 keer in de week, 1 keer in de maand, oftewel zorg dat er een schema achter zit. Ja, YouTuber zijn is natuurlijk superleuk en daarom is tip 4 ook, doe gewoon wat je leuk vindt. Ga niet kijken naar de cijfers, ga niet kijken naar de statistieken, ga kijken wat jij leuk vindt om te doen. En als jij het leuk vindt, houd het ook veel langer vol. En daarmee komen we bij tip nummer 5 en dat is, plaats je video technisch. Ja, dat is misschien een beetje lastig uitgelegd, maar als je video's plaatst, kun je heel makkelijk een video op YouTube gooien en kijken wat er gebeurt. Maar als je een mooie titel gaat maken, een mooie omschrijving en tags gaat gebruiken, gaan jouw video's veel beter gevonden worden. Daar hebben we al eerder een video over gemaakt, die kun je in de bovenhoek vinden. Die zit trouwens hier in de bovenhoek. En dan kun je zien wat wij voor tips geven hoe je jouw video's vindbaar kunt gaan maken. En de volgende tip is eigenlijk heel handig, maak gebruik van hoofdstukken. Sinds kort kun je namelijk bij YouTube ook je video's in hoofdstukken verdelen. Heel simpel, je kijkt eerst welk stuk je wil hebben in de video, bijvoorbeeld de eerste 2 minuten. En dan kun je in je beschrijving zetten 00, dubbele punt, 00, als je begint. En dan bij 2 minuten zet je bijvoorbeeld neer 2, dubbele punt, 00, en dan het volgende hoofdstuk. Dus dan kun je heel makkelijk jouw video's in hoofdstukken gaan verdelen. Kijk bijvoorbeeld maar eventjes onder deze video. Je zult namelijk zien dat ik deze video ook in hoofdstukken heb verdeeld. Ja, dat waren dus 5 tips waarvan ik denk dat elke YouTuber wel eens kunt gaan gebruiken. Wil je nou meer informatie weten? Stel je vragen gerust hier onderaan de reacties. Dan gaan wij ze natuurlijk beantwoorden. En klik even op de bovenhoek om naar andere video's toe te gaan. En ik zeg maar 1 ding, zoals in Brabants, houdoe! Ja, ik zei net al, stel je kijkers vragen. 3, 2.